Slapen in een attractiepark is iets dat steeds meer voorkomt. Maar waarom dan niet slapen in luxe? Kom mee. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag neem ik je weer mee door Europa Park. En we gaan slapen in Hotel Belrock. Maar ik zeg weer, want dat ga ik niet alleen doen. Nee, daar heb ik iemand voor meegenomen. Mag ik jullie voorstellen, de one and only Mr. Europa Park, Marvin. Ja, daar zijn we weer. Nou, is dat lang geleden. Leuk dat je er weer bent. Zeker, ja, absoluut. We gaan het over Belrock hebben. Ja, het 4-sterren Superior Hotel in het thema van New England. Hè? New England is een gebied in Amerika. Wat uit een zestal staten bestaat. Maar heel veel mensen van in de 17e en 18e eeuw vanuit Engeland maakten de reis richting Amerika om een nieuwe geloofsovertuiging te starten. Belrock was de laatste vuurtoren die ze zagen vanuit de Engelse kust. Het is het vijfde themahotel van Europa Park. Het is ook 4 sterren superior. En dat wil zeggen dat het eigenlijk tussen 4 sterren en 5 sterren in zit. Dus je hebt van allerlei soorten faciliteiten die toch wel heel erg luxe zijn. Nou, de buitenkant ziet er in ieder geval heel mooi uit. Ik stel voor dat we naar binnen gaan, want dat moet minstens net zo mooi zijn. Ja, zeker. Let's go. A new place, a new home for a while. Let me feel like. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Zo, daar zijn we dan. In de lobby. In de lobby. Hartstikke mooi natuurlijk. Het is heel mooi. We hebben hier natuurlijk de receptie. Uiteraard hebben we natuurlijk de gift shop. Hè? Elk hotel heeft er eentje nodig, zeg ik altijd maar zo. Je moet toch je snorrie ergens kunnen kopen. Ik wou net zeggen. Ja. Maar we gaan zo eerst even naar beneden, want daar hebben we een aantal concept arts hangen van Belrock. We gaan naar de kelder. Wij gaan naar de kelder. We gaan naar de kelder. Nou, we zijn momenteel in de kelder. Ja. Hier vinden we onder andere een arcade. Kun je spelletjes spelen. Ja. Maar we vinden hier ook nog andere zaken. Ja, precies. We hebben hier de ontwerpschetsen van Rudolf Neumeier. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een Scandinavisch thema zou komen. En op een van zijn zakenreizen heeft hij iemand leren kennen. En die zegt, ja, misschien is eigenlijk New England-stijl is wel mooi. Het leuke is dat aanvankelijk dit hele ontwerp ook nog eens een keer gespiegeld was. Dus eigenlijk zou de vuurtoren helemaal aan de andere kant van het complex zitten. Alleen de buren waren daar niet zo blij mee, dus uiteindelijk hebben ze neergezet op de plek waar het nu staat. We staan hierbij een collagebord van een van de kamers. Rudolf Neumeier die had in eerste instantie in gedachten van joh, ik wil iets in een Afrikaanse thema staan, maar Roland Max zei van dat gaan we niet doen. En uiteindelijk zijn ze dus overgestapt naar het shakerstijl, wat een hele minimalistische vorm is van de kamer. Ja, want er zijn dus 225 kamers en daarvan zijn er 35 themasuites. Ja, die ook nog sommige daarvan zijn ook inderdaad nog steeds in een Afrikaanse stijl. Er zijn ook nog een aantal presidentiële suites met 2 etages zelfs. Dat is bizar. En in de vuurtoren heb je echt bijzondere suites zitten, zelfs eentje met bubbelbad. Nou, dat is wel vet. Zeker, we zijn weer terug hier in de lobby. En achter ons bevindt natuurlijk de Spirit of St. Louis, een van de cocktailbars over hier. Waar je in de avond natuurlijk een heerlijk cocktailtje kunt drinken natuurlijk. Ja, want je hebt in heel het resort van Europa Park heel veel barren. Ja. Maar dit is wel een barretje hoor. Ja, deze heeft ook bijzondere cocktailbars, cocktails, als in Crazy Tails. Dat is een speciale recepten zijn dat. Maar je kan hier ook in de middag, als je dat wil, lunchen. Ja, want je hebt gewoon een à la carte kaart. Ja, dus onder meer pulled pork, kreeftensoepje, you name it. Heerlijk. Van alles wat. Precies. Alleen die cocktails, die kan je wel pas vanaf 4 uur 's middags krijgen. Ja. Dat is wel even een dingetje. Maar er is nog een andere cocktailbar. Dat is Roland Koch Lodge. Laten we daar even kijken. Ja, want dat is wel een hidden gem. Ja. Ik wist dat die er was, maar ik heb mijn best moeten doen om hem te vinden. Ja, dus hij zit goed verstopt. Ja, inderdaad. Maar goed, ik weet waar die zit. We gaan erheen.
We hadden het net al eventjes over de Shakerstijl, hè, waar het hele thema hotel op gebaseerd is. Ja. En je ziet hier bijzondere kapstokjes. Het is niet om je jas op te hangen, maar de mensen in New England die hadden een verschrikkelijke hekel aan stoffen. Daardoor gingen ze dan ook stoelen even op de kop aanhangen, zodat er geen stof op kwam te zitten. Dat was de reden. Dat was de reden. Ja, want je ziet hier overal die kledinghangers. Of ja, ja nee, het zijn eigenlijk meubelhangers. Het zijn meubelhangers, ja. Oh, bizar, joh. Zo, zijn we aangekomen onderin de vuurtoren. En hier vinden we dus de Roland Koch Lodge. En dit is een heel klein barretje. Het is ook op hele selecte dagen is het open. Het wordt dus ook bij de entree wordt het aangegeven met een open en gesloten bordje. Voorheen heette het Roland Lodge. Iedereen dacht, ah, dat is Roland Mack. Nee, het is Roland Koch, wat een goede vriend is van Roland Mack. Ja, want het hangt hier helemaal vol met allerlei geschoten wild. Ja. En dat is allemaal echt. Ja. Er zit ook een wijnkelder hier beneden. Ja. Die wordt ook gebruikt voor hier? Ja, die is voor Emmerlite. Oh, die is voor Emmerlite. Ja. Ja, daar gaan we zo meteen even kijken, want dat is ook wel heel tof. Ja, hij is op dit moment dicht, maar natuurlijk hebben we hier eerder al een drankje gedaan en dat gaan we nu een beetje zien. Je had het net al over Emmerlite. Klopt. Dat bevindt zich boven de Roland Koch Bar. Ja. Kun je misschien heel kort uitleggen, wat is Emmerlite? Emmerlite is een 2 Michelin sterren restaurant onder leiding van Peter Hagen Wiest. En die is hier al voor een hele lange tijd 2 sterren Michelin sterren kok. 2 Michelin sterren? Ja. Dat is uniek in de wereld. Sowieso voor een attractiepark, ja. Er is geen enkel ander attractiepark in de wereld met 2 Michelin sterren. Ja. Jij hebt het al een paar keer gedaan. Klopt. Is het aanraden? Ja, ik vind het zelf een geweldige experience, ja. Daar gaan we het er nu niet meer verder over hebben. Dan stel ik voor dat we daar later een keer nog een andere video over gaan maken. Ze hebben hier ook een fitnessclub in Belrock. Ja. Die vinden we hier zo aan de rechterzijde. Daar kun je als hotelgast of resortgast kun je daar gewoon gratis gebruik van maken. Dus als je in Kronasar zit of... Mag je hier ook naartoe? Ja, El Andalus, maakt allemaal niet uit. Dan kun je hier gebruik van maken. Zijn er ook nog groepslessen die je kan volgen? Uiteraard. Ik bedoel, hierachter kun je groepslessen ook nog volgen. Dus mocht je daar zin in hebben, dan is dat ook nog. Dus wij kunnen gewoon Zumba gaan doen? Jazeker. Niels, klaar? Ik denk het. Zo, even strekken. Zo, en we gaan weer door. Dit was lang zat. Ja. Eerst douchen. Emmerlite is niet het enige restaurant. We hebben hier nog meer restaurants. Ja, we hebben hier 2 restaurants. Dat is Harborside, dat is het buffetrestaurant. En we hebben Captain's Finest, wat een à la carte restaurant is. Ja, de keuze is reuze. Zowel in buffetvorm als met à la carte heb je ook heel veel keuze. Maar met het ontbijt ook. Nou, broodjes. Zoveel broodjes. Je hebt ook live cooking. Er staat ook zowel 's ochtends als 's avonds staat er een kok die staat aan een bakplaat dingen te bakken voor je. Het is allemaal in een nautisch thema, dus allemaal met scheepvaart. Ja, dat past er wel gewoon bij. Maar er is nog iets anders met het schip hier. En ja. Dat is het zwembad. Daar gaan we even. Naast het gigantische zwemparadijs Rolantica hebben we ook gewoon nog kleinere zwembaden in de hotels. En we staan hier momenteel bij Mayflower. Ja. Kan je vertellen waar die naam vandaan komt? Mayflower is het schip waarmee de eerste Engelsen hier in het nieuwe beloofde land kwamen, New England. En dat is hun schip en die is ook hier nagebouwd in de pool zelf. Het begint binnenin, want we hebben een binnenbad en een buitenbad. Ja. En de voorkant van het schip, dat zien we dus aan die buitenkant. Ja, en ook weer voor alle resortgasten is het gewoon beschikbaar. Dus ook al zit je in El Andalus of in Castillo, maakt niet uit. Je kunt hier gewoon naartoe komen en dan kun je gebruik maken van het zwembad hier. Ja, en dat geldt dus ook andersom. Ik kan nu dus ook in Colosseo gaan zwemmen. Bijvoorbeeld.
staan nu buiten op het terras van Spirit of St. Louis. Ja. He, naast dat het binnen heel erg leuk is in St. Louis, is het buiten ook fantastisch. Hier kun je hele fijne zomeravondjes hebben. Ja, absoluut. Hier heb je dus elke avond een fonteinenshow die om de zoveel tijd draait. Altijd leuk om te zien met wat lichtjes en wat mooie muziek erbij. Ja, en er is hier s'avonds ook heel vaak live muziek. Ja, er staan hier regelmatig artiesten inderdaad op te treden, te zingen en met gitaar. En geeft een heerlijke sfeer. Wat dat betreft is het wel een van de mooie perks die je hebt hier als hotelgast. Maar als jij 's ochtends naar het park wil, dan heb je al een half uurtje eerder dat je daar naar binnen mag. Vet. Ja, er zijn heel veel perks. Op het moment dat jij hier op aankomstdag komt, je hebt nog geen ticket voor Europa Park, mag je dus op het laatste uur van openingstijd van het park gratis het park in. Absoluut. Ja. Dat is wel echt heel bizar. Souvenir Express is er ook zo eentje. Klopt. Gewoon je spullen in het park kopen, niet met die gigantische snorrie door het park lopen. Nee, kun je gewoon afgeven en brengen ze gewoon hier naar het hotel en kan je bij de receptie gewoon ophalen. Ja, hartstikke handig. Ja, super handig. Nou, ik denk dat we wel een goed beeld gekregen hebben van Belrock. Dit is natuurlijk maar één van de zoveel hotels die ze hier hebben. Ja. Wat mij betreft wel één van de mooiere hotels. Zeker. Ik vind het wel heel leuk. Ik heb hier nu eindelijk geslapen. Dat was wel een beetje een gekoesterde wens. En het is zeker niet tegengevallen. Nou, dat is goed om te horen. Ja, 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 ja. Is dit jou nou ook niet tegengevallen? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel benieuwd of jij hier ook zou willen slapen, ja of nee. Laat het even weten in de reacties. En dan ga ik toch weer afsluiten op jouw manier. Bedankt voor het kijken. En tot ziens in Europa Park. En tot ziens in Europa Park.